En dan viel elk jaar weer op. Oh, mijn god. Ik heb het een keer met een politicus gedaan. Nu wijzen. Ja. jij snapt het spel niet helemaal. Moet ik het naar mezelf wijzen? Ik was wel naar... Nee, ja, jij denkt Sylvana, maar Sylvana heeft het goed. Want het gaat over Gerard Joling. Ja, dat klopt, ja. Nou, vertel eens. Wie? Ja, dat was toen een hele leuke man. En ik kan er voor de rest weinig over vertellen. Want ik ga waarschijnlijk nog wel een biografie schrijven, een boek. En dan zal het daar inkomen. En dan zal ik nog zeker met deze persoon even moeten overleggen... Of dat mag? Of hij het oké vindt. Want je wil het toch ook netjes doen, weet je? Okay. Dat was eenmalig. Driemalig. Oké, nou, dankjewel hiervoor. Dankjewel hiervoor. Die persoon is niet de enige die is blijven slapen bij jou. Want ik ben ook een keer bij jou blijven slapen. En hetgeen wat mij het meeste opviel was jouw interieur. Oh ja. Jezus Christus, wat een fucking... Wat een intense plek. Nou, jij hebt je goed gecorrigeerd. Wat een schieten. Nee, ja, what the fuck is dit? Ja, sorry dat ik... Nee, mijn gedachten zo op tafel. Dag allemaal. Hallo. Je hebt een beetje museumachtig ding ja, is het, hè? Een soort kunst en kitsch was het daar. Ja, ja, kunst en kitsch. Er zitten wel mooie kunstdingen. Alleen het zit inderdaad een beetje overrompeld door alle kids. Dat nou is ja, waar. En overrompeld door alle foto's. Want je hele muur staat vol met foto's van jou en andere bekende mensen. Ja, Wall of Fame. Ja, ik vind dat leuk. Want het is namelijk zo normaal donderstraal je dat in een plakboek. En je ziet het nooit meer. En er zitten best... Ja, die mensen zijn allemaal 10 keer groter dan ik zelf ooit maar geworden Maar wie dan? Waar ben je het meest... Pavarotti is dit, zie ik nu. Ken jij Pavarotti? Tuurlijk, man. Dat was Pavarotti. Wacht, hoe gaat dat? Mooi. Ik ken het liedje niet helemaal meer, maar... Ja, het ging wel de goede kant op, ja, hoor. Pavarotti, man, lekker. Ja. En iemand waar ik heel erg van onder de indruk was, is Will Smith. Ja, ik heb dat verhaal pas nog weer een keer verteld. Dat was verschrikkelijk, was dat. Ja, wacht even. Het stond was in de krant, in de Daily Mail of zo, van de Amerikaanse krant. The pursuit of a Hollywood hunk. Topless women follow Will Smith around as he relaxes on the beach in Ibiza. Right. En kijk welke foto eronder staat. Oh. Nou. Maar ik moet hier wel iets over vertellen, dit verhaal. Want ik lig dus helemaal daar, op een zonnebedje. Godverdomme, dit is Will Smith. Ja. Nou, ik denk, even kijken of ik een fotootje kan maken. Nou, wat gebeurt er? Ik loop naar die Will Smith toe. Er liepen ook nog allemaal meisjes achter, topless en zo, te gillen. En ik loop zo naar hem toe. Ik zeg, can we make a selfie? Oh, of course, een hele aardige vent. Tak, tak, tak. En ik was toch wel een soort van onder de indruk van die man. Maar die zo ongelooflijk vriendelijk was. Nooit gezien dat daar een heel cordon van fotografen stond. Ik ben gewoon terug naar mijn bedje gegaan. Ik wel gelijk mijn vrienden op allemaal. Ik zeg, jee, ik ben je daar nooit. Wie ik op het strand tegenkwam, sta ik met een foto van Will Smith. Dus ik pak vlucht. In de godverdorie. Dat hele mislukt. Stond helemaal niet op. Gewoon niets. Het mooie vind ik, jij hebt die foto, dan, die zie je dan voorbij komen. Ja. En denk ik plak hem toch op mijn muur. Ja. Maar dan plak je hem wel op je muur. Zo uitgesneden dat je de buik niet ziet. Maar wat zou jij doen? Ja, precies hetzelfde. Ja. Maar het is wel natuurlijk een heel gek verhaal. Sylvana, ga jij met fans op de foto? Ja, ik vind dat moet je gewoon doen. Wat is het raarste wat je met een fan hebt meegemaakt? Nou, wat echt wel heel raar is dat ik had een keer videoopnames en op een schoothoop. En er stonden twee jongetjes en die hebben de hele dag gewacht van 10 tot 5 op mij om een foto te maken. Ah, wel lief. Heel lief. Dus dat vertelden ze dus ik op de foto. En ik vond het zo lief dat ik ze ook nog allemaal dingetjes meegaf. Volgens mij nog eten uit mijn tas. En van, weet je, je wil wat voor ze doen. En vervolgens, de dag gaat voorbij. En die jongen stuurde mij die foto heel trots door op Instagram. Dat zie je dan voorbij komen. Dus ik kijk wat die jongen mij nog meer had gestuurd. Het was een jongetje van 10 ongeveer. Oh. Dus ik scroll wat omhoog. Ja, ik word zo geil van je tieten. ik heb het even op je gevat. En wat een legend. Mijn hele, echt. En het was zo'n schatje. En ik dacht, nee, dit kan niet. Dit mag niet. Hij was al jong, had hij die mooie gevoelens, denk ik. En dan sta ik ook Tien is wel heel jong, hoor. Ik sta ook nog zo heel... Ja, die jongens tot de stuiteren. Ja. Oh, wat heftig, wat erg allemaal. Ja, het is dat soort dingen, dat gebeurt gewoon. Tuurlijk. Gerard, jij bent nou 60. Ja. Hoe kan het dat iedereen jou nog kent? Ik denk dat je altijd zichtbaar moet blijven. Ja. Kijk, ik ben van huis uit gewoon... Ik ben bekend geworden doordat ik als zanger ben, hits gemaakt heb en plaatjes en nog steeds. Maar daarbij heb ik natuurlijk al heel snel, dacht ik van ja... Weet je, die jonge mensen worden ook weer een beetje ouder. En dan krijg je weer nieuwe fans. Blijven die mensen jou wel trouw. Ja. Dus ik ben televisie gaan doen. En
ja, dat heb ik mooi kunnen combineren tot de dag van vandaag. Maar ik doe natuurlijk ook best heel veel commerciële dingen, heb ik gedaan. Mag ik een brutaal vragen? Ja, tuurlijk. Wat heb je het meest gekregen ooit voor een campagne? Als dat bespreekbaar is, ik ben wel benieuwd. Ja hoor, dat mag je best weten. Dat is voor een jaar iets van 4,5 ton. Oh. Ja, dit, dat is een huis. Ik ga het niet merk doen hoor. Wat ik, dat zijn de budgetten. Ik heb het 5 jaar gedaan, dus dat was hartstikke leuk. En dan elk jaar. Ja. Op, oh, wat ja, dit, ik moet wel de grind. Dus die grind is zo... Nou ja, je kan rustig klappen, maar dat applaus... Kijk, je gaat sowieso gaat de helft al naar de belasting. Ja, ja. Oh ja. En dan is het natuurlijk nog een riant iets buiten gewone salaris. Maar het allerbelangrijkste zeg ik altijd tegen jonge mensen als ze het vak ingaan... En dat ben ik het grond van maar neem een advocaat, zodat je contract nagekeken wordt. Dat je niet ergens aan vastzit, iets wat je niet wil of niet kan. Ja. Dat goed is, investeer daarin en ga dan lekker je weg. En zorg dat je zichtbaar blijft. En aardig tegen alle mensen. Maak tijd voor mensen. Ook of het nou een fotootje is, een filmpje. En doe veel. Voel je nergens te goed voor. Want het land is daar veel te klein voor. Ja. Het is niet in Amerika of Engeland of zo, weet je. Ik vind het fascinerend aan jou dat jij weigert om een soort van bij de oude mannenclub te gaan horen. Want ik vind altijd als jij muziek uitbrengt, nu heb je ook weer een nieuwe plaat. Ja. Ga nog niet naar huis. En dan doe je van alles eromheen. Doe je het heel TikTok-dansje. Ja, ja. Dat moeten we even checken, want dat is... Oh, God. Je kan zeggen wat je wil, maar er zijn echt wel artiesten van 60 die denken, ja, dit is niet meer voor mij, dit laat ik gewoon zitten. Nou, dat dacht ik zelf ook. Maar ik heb allemaal jonge mensen op kantoor zitten. Die zeiden, Geer, ga dat nou eens doen. En toen had ik een filmpje opgenomen in TikTok. Dat was weer niet, want ik zit op Instagram, Instagram Story. Nou, je kent het wel, Twitter, Facebook, ja. Mijn eigen vlogkanaal, YouTube-kanaal. En nou, al met al heb ik toch met al die mensen aan meer dan 1 miljoen volgers. En ik kan me natuurlijk niet vergelijken met jou. Je bent nog een jonge, heerlijke teller. Maar het is natuurlijk wel zo dat het mooi is om je dingen aan te kondigen. Ja, zeker. Je televisie, je nieuwe plaat, ja, je nieuwe single. En kijk, het feit dat ik hier al zit... er zullen straks heel veel jongere mensen aan jouw programma kijken. Ja, dan vind ik het alleen al een eer en trots dat ik hier mag zijn.